Welkom in Hospice Leendert Vril Almelo. Dit wordt de hoofdingang voor ons hospice. Mensen die mobiel zijn kunnen via deze ingang. En als dat allemaal niet lukt, dan is er via de hoofdingang een lift. Een hospice is een plek waar mensen kunnen verblijven. Het is eigenlijk een appartement wat je tot je beschikking krijgt. En inclusief zorg en de nabijheid van de vrijwilligers. We zijn hier in de koppel. We hebben voor ons hospice echt gekozen voor de synergie met een zorgorganisatie. Wat we belangrijk vonden is inderdaad dat de zorg binnen handbereik is. Dus dat we echt op een bel kunnen drukken en dat er een verpleegkundige of een verzorgende komt. Om ons te ondersteunen daar waar het gaat om de professionele taken. Maar wat we ook belangrijk vonden is dat het centraal lag. Dit ligt natuurlijk heel centraal, ligt eigenlijk in de binnenstad of er net tegenaan. We hebben er rekening mee gehouden dat er een voldoende parkeerplek is, dat het makkelijk te bereiken is met openbaar vervoer. Ook vanuit mensen die van buiten Almelo komen is het gewoon makkelijk aan te rijden omdat je vlakbij de snelweg zit. Dus daar is goed over nagedacht. We hebben hier 5 appartementen gehuurd. 4 appartementen zijn voor bewoners en het 5e appartement hebben een mooie huiskamer, daar zitten we nu. Mooie huiskamer van gemaakt, daar komt het eigenlijk allemaal samen. Dit is een plek voor onze vrijwilligers, maar ook voor naasten, ook voor onze bewoners straks, maar ook voor de verpleging. De huisarts zal hier komen, nou, hier is altijd koffie met een koekje. Hier kan gegeten, hier kan tv gekeken, nou ja, een huiskamer. Dus dit is de centrale plek. En we hebben van verschillende sponsoren, van de Lions, van de Rotary, hebben wij geld gekregen. Maar we hebben ook van Europa Run en Almelopers hebben we geld gekregen. Verder zijn de bedrijven die zich belangeloos hebben ingezet. Ja, trots. Trots dat we nu zover zijn en ook heel blij dat we gewoon nu voor klaar zijn. We zijn al wel gestart en we zijn ook al wel open in wat beperktere mate, maar we kunnen nog heel veel vrijwilligers gebruiken.